Goedenavond, welkom bij de speciale carnavalsuitzending van Regio Wacht Actueel. Met de sleuteloverdracht in Doetinchem, het touwtrek in Ulft en de carnavalsoptocht in Beek. Dit is Regio 8, met dagelijks de actualiteiten uit de Achterhoek en de Liemers. Regio 8. De carnavalsoptocht in Beek staat op het punt van beginnen. Dit jaar is de eer aan prins Pascal de Eerste om de optocht te overzien. Pascal, hoeveel zin heb je er al in? Ik heb er ontzettend veel zin in. En als ik kijk naar wat we de afgelopen dagen allemaal al gedaan hebben, dan kan dit alleen maar het pronkstuk worden van de carnaval. Het is mooi weer. In ons mooie Vlegeldorp hebben wij altijd meer dan 1500 mensen die meedoen. Dus ik ga ervan uit dat dit een fantastisch mooie dag werd. Hoe is de kwaliteit van de wagens dit jaar? Kwaliteit van de wagens? Nou, ik ben niet bij alle wagens geweest, daar moet ik dan wel heel eerlijk in zijn. Maar de Bergse en Loebergse wagens, daar is de kwaliteit helemaal super van. In Die Dam en in Kilder heb ik ook al wagens gezien. Dat zijn natuurlijk wagens die allemaal ook deze kant op komen. Ja, daar vond ik de wagens mooi. Dus als ze vandaag net zo mooi zijn als in Kilder en Die Dam, dan moet het helemaal goed zijn. Ja, vorig jaar was aan het einde van de optocht nog wel enig drama met een afgebrande wagen. Hebben jullie nog extra veiligheidsvoorschriften genomen dit jaar? Ja, als prins moet je natuurlijk alles overzien. Hè. En ik heb bestuur opdracht gegeven om de extra brandblussers in ieder geval goed zichtbaar te maken. Nou, dan denk ik bij mezelf, dan moet het helemaal goed komen. Ja, je hoort het, het carnaval kan hier echt helemaal losgaan straks met de fantastische optocht met al die mooie praalwagens. Ja, het carnaval moet ook echt ergens gestart worden. Jasper was in Doetinchem om te zien hoe ze daar starten. Jasper, hoe ging dat? Normaal gesproken is het gemeentehuis van Doetinchem gevuld met ambtenaren in kloffies en is het wat saaier. Nu is dat wel anders, want burgemeester Mark Bouwmans heeft de sleutel van de stad overhandigd en het eerste carnaval voor nu als burgemeester in Leutekum ingeluid. Ja, een soort ambteloos burger nu hè, de komende dagen, maar wel van een stad die echt carnaval gaat vieren. En we hebben het hier afgetrapt vanochtend. Hartstikke leuke sfeer met alle carnavalsverenigingen uit de gemeente. En volgens mij gaan we hier een prachtig carnaval beleven. We hebben zo dadelijk de optocht, dus ik verheug me er nu al op. U, een Noorderling, wat heeft u met carnaval? Nou ja, tot ik hier naartoe kwam eigenlijk niet zo gek veel. Hè. Dus het is echt voor mij een helemaal nieuwe ervaring. Maar ik vind het reuze leuk. Ik ben bijna alle pronkzittingen ook echt bij langs geweest. Dus ik heb wel echt kennis kunnen maken met carnaval. En ook gezien hoe ontzettend leuk dat gevierd wordt. Maar wat ook eigenlijk belangrijk is aan carnaval, dat je dingen met elkaar doet. Dat het om gelijkwaardigheid gaat, dat het leven gevierd wordt. Nou, dat zag je hier vandaag ook weer. Dus volgens mij gaan we een fantastisch carnaval tegemoet. Want hoe komt dat tot uiting in zo'n sleuteloverdracht? Nou ja, je ziet het aan de vrolijkheid. Hè? De mensen zijn allemaal blij. Mensen vinden het ook speciaal. Dat is ook mooi om te zien. Het is toch echt wel een bijzonder moment voor de prins om de sleutel te krijgen. Dus die symboliek is ook heel erg belangrijk. Ja, en ik word afgetuigd. Hè? Dus je ziet hoe ik er nu uitzie. Dat hoort ook bij carnaval. Hoe voelt het eigenlijk om die macht een paar dagen uit handen te geven? Nou, ik heb alle vertrouwen in de prinsen en prinsessen. Want volgens mij komt dat helemaal goed. En ik weet wat de sleutel weegt. Die is zwaar. Dus het is een zware last. Maar die gaan ze vast goed oppakken. Bent u dit weekend nog in de stad te vinden? Ja, ik ga een aantal dingen bekijken. Ondertussen heb ik gewoon wel piket. Dus ik ben gewoon dienst. Dus alles met mate. Maar we gaan er gewoon ook zelf een leuk weekend met de kinderen van maken. Hoe voelt het eigenlijk om die macht een paar dagen uit handen te geven? Nou, ik heb alle vertrouwen in de prinsen en prinsessen. Want volgens mij komt dat helemaal goed. En ik weet wat de sleutel weegt. Die is zwaar. Dus het is een zware last. Maar die gaan ze vast goed oppakken. Hoe hoopt u de stad volgende week weer aan te treffen? Nou, eigenlijk schoon, heel en veilig. Nou, je hoort het, Joost. Alaaf. Ja, Jasper, alaaf. Ja, hier is het in ieder geval ook helemaal begonnen. In de optocht is al een tijdje onderweg. Hoe is de optocht? Nou, goed. Hartstikke leuk. Ik hoop dat het nog lang duurt. Hoor, ik denk het niet, maar we hebben toch een lekker naar de zin. Dus, waar komen jullie vandaan? Uit Wil. Uit Wil, Die Dam en Beek. Dus een beetje thuiswedstrijd hier ook vanuit Beek? Ja, we hebben Die Dam meegelopen, we hebben in Doetinchem meegelopen, Kilder en hier dan. En wat maakt dit wagenbouwen en dit samen zijn zo leuk dan? Ja, het is gewoon met z'n allen, we hebben weer oude hoeren, dan hier erbij als we beginnen. Wat wil je anders? Gewoon lekker in het weekend even een beetje met elkaar hoeren en ondertussen een beetje bouwen. Wat ga je vanavond nog doen? Ja, de tent in. Ja. Even goed afsluiten met z'n allen. Ja, even nog een biertje nemen en dan komt het goed. Ja, je hoort het, hier in Montferland is het al vol aan de gang. Maar ook in Oude IJsselstreek zijn er een hoop activiteiten gepland. Britt, wat gebeurt er bij jou? Ja, Joost, hier vloeit er niet alleen veel bier, maar ook heel veel zweet. Ik sta hier namelijk bij carnavalsvereniging De Pol in Ulft. En, want er is een ware touwtrekcompetitie aan de gang. Ja, hoe gaat het hier? Ja, super. Onze titelverdediger van vorig jaar,
En het is de eerste keer dat je meedoet? Ja, voor mij wel. En is het... Andere jongens niet. Gaat goed. Is er nou nog een toverdrank die je sterker maakt? Bier. Heel veel bier. Oké, nou je hoort het al. Ik ga ook even naar de andere kant kijken. Ja, hoe gaat het hier? Ja, gaat wel goed. Maar ik heb wel betere situaties gehad. Ja, want? Ja, dat trekken is nog wel zwaar. Maar, gaan jullie winnen? Ja, gaan we doen. Ja? Ja, zeker. Nou, zet hem nog op. Ja, dankjewel. Nou Joost, zoals je ziet wordt hier nog flink getrokken. Hoe ver staat het eigenlijk bij jullie? Ah, dat ligt eraan of je het wil weten, kilometers of iets anders. Volgens mij zijn we al een eindje heen, laat ik het zo zeggen. En onderweg kwamen we nog een aantal bekenden tegen, namelijk de carnavalsvereniging De Vaten. Is het helemaal goed gekomen, zo zie je wel. Ja, het heeft wel wat tijd gekost, maar eindelijk is het wel goed gekomen. Ja, hoe was de eerste optocht? Goed, de Braam zijn we eerste geworden. Daarna Kilde, hebben we ook een leuk prijsje meegepakt. Dan hebben we ook eerste geworden. Op de taart nog even deze optocht in Beek. Sorry? Of het cashje op de taart is deze optocht in Beek. Ja, en die damkisten waren ook al heel mooie wagens, maar die lopen vandaag ook weer mee. Ja, we hebben wel geluk dat we het vandaag ook mee mogen trekken. Dus ja, ik ben benieuwd wat we klaar kunnen maken vandaag in de prijsreiking. Nou, je hoort het. We rollen en tollen hier nog even lekker verder. Jasper, wie heeft eigenlijk die sleutel overhandigd gekregen? Ja, dat is prins Bouke de Eerste. Bouke, hoe voelt dat nou zo'n sleutel? Ja, ik zei het net ook al, als geboren en getogen Doetinchemmer of Leutinchemmer, ja, dan staat hij hier een hele trotse prins. Ja, ja heel erg trots. Ja. Wat kunnen de onderdanen van jou gaan verwachten? Ja, vooral veel lachen, veel leven en vooral heel erg genieten. Het zijn natuurlijk dolle dagen, maar ja, we moeten ook echt gewoon het genieten moeten we vooral doen. En ik ga voorop in die strijd en we gaan er vol in, zeker. We hebben er zin in. Hoe vond je het debuut van de burgemeester? Ja, wennen, denk ik. Van beide kanten, denk ik wel. Ik ben het natuurlijk ook voor het eerst prins en hij voor het eerst burgemeester in Leutinchem. Ik denk dat hij het wel goed gedaan heeft. Ja. En ik ben blij dat ik die sleutel heb, dus mooi man. Wat gaat het worden? Hoe gaan de komende dagen eruit zien voor jou? Ja, we beginnen zo met de optocht. Dus we gaan nu gelijk straks het busje in en weer door naar de optocht. Op zondag hebben we nog wat verplichtingen in de stad. En op maandag hebben we de 11 kroegentocht. Ja, weet je, hoe mooi is dat? Dat de hele stad op maandagmiddag en ochtend al helemaal vol staat met verklede mensen. Ja, dat is helemaal mooi. En dan helaas, dinsdag hebben we eerst al afscheid met de jeugd. En daarna, s'avonds, moeten we een leutje in de brand gaan steken. Ja, daar kijk ik nog niet naar uit. Gaan we ook niet over denken. Want het is nu vandaag zaterdag en we gaan nog een optocht meemaken. Dus helemaal top. Ja, super. Heel veel zin in. Zo te horen wordt het in Doetinchem in ieder geval één groot feest. En dat is het hier in Beek ook. Ja, ik heb het weer al in mijn handen. Hoe is het hier in de optocht? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Het is het laatste jaartje van de jeugd. Een beetje groot gebouwd. Frank Kesshuis hebben we daarna gebouwd. Ja, helemaal top. Hoe lang zijn jullie met het bouwen bezig geweest? Eigenlijk een half jaar zoiets. Ging dat een beetje voorspoedig ook? Zegt u? Of dat het een beetje goed ging? Ja, dat ging goed. En hebben jullie dan meerdere optochten daar ook al mee gereden? Gisteren hebben we Didam gehad. En over twee weken hebben we dan in Angelo. Ja. En vanavond, ga je vanavond nog doen? Dan komen we de zaal in. Nou, je hoort het. Britt, heb jij eigenlijk al een winnaar? Ja, Joost, er wordt hier nog steeds druk touw getrokken. En ik ben eigenlijk zelf ook wel benieuwd waar dit hele idee eigenlijk vandaan komt. Dus Bram van de organisatie, ja, hoe is het hele touwtrekken eigenlijk ontstaan? Het was, bij ons hebben we het bedacht omdat het liep wat terug hier en we moesten wat nieuws bedenken. En toen hebben we vorig jaar touwtrekken geïntroduceerd. En dat is eigenlijk vanuit het verleden is dat wel een bekend begrip in Ulf, want er werd altijd vroeger getrokken in de horeca op dinsdag met de carnaval. En we hebben dat vorig jaar voor het eerst weer hier geïntroduceerd. En het is een groot succes, mogen we wel zeggen. Dus eigenlijk een oude carnavalstraditie nieuw leven ingeblazen? Ja, zo kunnen we het zeggen. Eigenlijk wel iets nieuws voor op de maandag in plaats van het vroegshoppen. En de winnaar, wat krijgt hij nou eigenlijk? De winnaar krijgt een mooie wisselbeker waar hun naam in gegraveerd wordt. En er zit een mooi touw bij aan. Het is een hele mooie prijs en die mogen ze het hele jaar bij zich houden. Okay. Ja. Nou Joost, ik denk dat ik zelf ook maar eens een gokje ga wagen. Dus dit was het voor mij vanuit Ulft. Tot zover deze carnavalsuitzending van Regio 8. Het carnaval gaat nog wel even door in de regio, maar wij sluiten af voor vanavond. Ik wens u nog een hele prettige avond en alaaf.